dat ik gevonden heb wat ik echt wil doen, wat me gewoon aanzet. En dat is theater maken met verstandelijk beperkte spelers, met niet verstandelijk beperkte spelers op het toneel. Gelijkwaardige plek, wat niet gaat over niveau, maar eerder over eenzelfde staat van zijn. Wat moet je als niet verstandelijk beperkte speler, wat moet je eigenlijk afpellen? En wat moet je opgeven? Waar moet je naartoe om met die speler op het toneel te kunnen staan? Wat is onze aard? Voor mij zo waardevol geweest om met hun te werken, omdat kijk, ik ga gelijk in mijn hoofd zitten en denk van oh, is het werkelijk wel, is het theatraal genoeg? En zij pakt je op en die gaan er gewoon voor. Dat is gewoon zo wonderbaarlijk dat zij dat hebben. En dus eigenlijk, ja, eigenlijk vraag ik aan de spelers of zijn we op zoek naar van hoe kan ik die spelerstand, wat ik dus geleerd heb, weer achter me laten. Ik vloek echt als je een verstandelijke speler op het toneel zit en daarnaast een acteur die in zijn zero staat. Dat is neutraal eigenlijk. Maar die neutraal, die is zo aanwezig en die is al zo gekleurd of gevormd, dat dat gaat vloeken. Wat we nu laten zien is eigenlijk gewoon een soort kleine verzameling van de dingen die we gevonden hebben. En wat je ziet is de groep die wel tot een bepaald niveau elkaar heeft gevonden en samen is gesmolten, die dat uitvoert.